vandaag bij de huurcompagnie en we zijn de promo video aan het opnemen. Dus echt een super drukke dag, maar echt heel leuk. En we nemen jullie mee achter de schermen en dan gaan we samen een beetje vertellen wat we allemaal doen zijn, toch? Ja, maar ik moet nu weer door, want ik ga filmen doen. Succes! Nou, en dan ga ik eventjes alvast even rondlopen, even kijken, want we zijn nu in het Zwijnshoofd en dan zijn we even lekker aan het kletsen, even aan het voorbereiden. Tijmen, ik heb even een selfie stick aangereikt, dankjewel. Ik weet niet wat ik ermee moet doen, maar dat komt straks wel goed. Tijmen, ik heb even een vraag aan jou. Wat ben jij vandaag allemaal aan het doen? Want ik zie jou zo zitten en zo. Je hebt best wel een belangrijke functie hier vandaag, toch? Ik zit heel de dag in het Zwijnshoofd. Dat is wel lekker. Op de spullen te letten. Op de spullen te letten. Markiezenhof, want ik ga vanuit een raampje filmen, want ze zijn buiten nu op het beurspleintje een scène aan het draaien. Moet je maar even kijken. Nou, we gaan dus nu het volgende filmen en de vriendinnen, dus waar ik ook bij zit, gaan naar Nina. En ja, eigenlijk het allerbegin, dus we zijn nu al 2 uur bezig, maar we gaan nu het begin van de video filmen, dus ik ben benieuwd. Nog even lachen, nog heel even. Even lachen. Ja, top. Frans stelt echt hele goede vragen. Jorina, vertel. Jij moest net buiten iets doen. Je was aan het sjoggen. Ik wilde zeggen sjoggen. Sjoggen. Ik was... Jorina, vertel. Hoe gaat het tot nu toe met de choreo? Goed. Ja? Ja, bloed, zweet en tranen, denk ik. Mm-hmm. En, want dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Denk je dat we het gaan redden zo in juni? Dat is wel de bedoeling, hè? Ja. Er moet er wel een hoop gedaan worden, want er zit enorm veel choreo in deze show. Mm-hmm. Maar het komt helemaal goed. Ik heb er alle vertrouwen in ieder geval. En jij hebt natuurlijk heel veel ervaring met de choreo's van ook andere musicalverenigingen. Is het bij deze musical een pittige choreo? Nou, wat het zo pittig maakt is dat het vooral heel veel is. Mm-hmm. En er zitten een aantal nummers in met echt ook flinke muzikale stukken waar echt uitgepakt moet worden wat dans betreft. En we hebben natuurlijk springtouwen, wat het ook niet heel makkelijk maakt. Houdt het even spannend natuurlijk, want jullie denken, hè, springtouwen. Ja, dus we gaan iets doen op het podium met springtouwen. Ja. En dat maakt het absoluut niet makkelijk. Nee, okay. Dat moet je echt even door hebben. Nou, we gaan het zien. Ja. Spannend. Ik ben benieuwd. Dit is de hond die we gaan gebruiken voor de musical, Bruiser. En die kan ook kunstjes, toch? Ja, dat klopt. Mag ik even proberen? Doe omrollen! 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 Dood! Zit! Oh, je zit al. Omrollen! King! Omrollen! Hé, hey, die zijn jullie lief, joh! De dames hebben even pauze, maar vraag me even af wat Henk eraan doen is. Even kijken. Ja, ik zie hier Henk staan. Henk, ja. Ja? Wat is je taak vandaag? Nou, ik hou deze trap vast om in ieder geval stabiliteit van het beeld te krijgen. Dus ik zag hem een beetje halsen op die keien hier. Ik denk, nou, ik hou hem even vast. Want ik krijg natuurlijk wel een optimaal resultaat. Dat is wel belangrijk. Ja, dat een veelzijdige regisseur. Ja, dat is echt wel, vind ik wel echt, perfect. Nou, weet je wat we doen? We doen het met z'n allen. Hè? Ja, we zijn allemaal evenveel waard eigenlijk. Dat is sterk. Ja, we zijn allemaal even veel waard. Heb je ook nog aardige regisseurs? Oh, heel af en toe wel. Heel af en toe. Ja, tot nu. Ja, op een goede zondag komt er alles voor. Ja. Neem ook nog even je schoenen in beeld. Neem dadelijk even een fijn shot. Ja, daar ben ik heel blij mee. Een schoenen shot. Ja. Daar ben ik wel blij mee hoor. Henk heeft vandaag hele mooie schoenen. Ja. Echt beeldig. Ik ben er een beetje jaloers op. Nina, één vraag. Hoe is het nou zeg maar om uit, jou, of uit die geluidsbox jouw stem te horen? Nee, daar ben ik echt benieuwd aan. Is dat apart? Gek, ja. Ik vind het gek om mijn eigen stem te horen. Want je weet nooit hoe een ander jouw stem hoort, zeg maar. Je hoort je eigen stem anders natuurlijk. Ja. Toch? Dat is... Ja, dat klopt. Volgens mij. Ja. Virginie, ik heb eigenlijk een hele belangrijke vraag aan jou. Waar de kijkers ook heel erg benieuwd naar zijn. Hoe gaat het muzikaal tot nu toe? Het gaat muzikaal heel goed. Moet ik zeggen, we hebben heel veel werk gehad met deze musical. Het is muzikaal geen makkelijke musical.
Alles is apart ingestudeerd met ensemble, met solisten. En dat komt nu bij elkaar en ik ben tot nu toe zeer tevreden. Dus het gaat helemaal goed komen in juni? Het gaat helemaal goed komen. Yes, het verlossende woord is eruit. Dankjewel. Buiten zijn ze nog steeds. En we zijn gestopt. Ja, ze zijn gestopt, maar ik kom er met jullie nog terug bezig. Want die zijn iedere zondag hier aan het repeteren. Dus ja, ik denk dat het wel goed komt, Benja. Zo te horen wel. Ja, we kunnen ons terecht. Of naar de volgende. Dat mag. Nou, we zitten dus in de auto onderweg naar de Volksabdij. En we hebben de TomTom aangezet. En wat was het adres nou? Wat een detail, we hebben de TomTom aangezet. Nou mensen, jullie kunnen weer lekker gaan slapen, want de TomTom is aangezet. Nou, we zijn verkeerd gereden. Ja, we zijn verkeerd gereden. En ik zei net dus al, we hebben de TomTom aangezet, maar dat heeft dus helemaal geen nut gehad. Want we zijn zo'n kilometer te ver gereden. Dus we zijn nu... Nee, dat gaat niet. Oké, niet. Maar die ken ik niet. Nee, die ken ik niet. Wow. En jij luistert 100%. Maar dat moeten we niet doen, want anders komt op YouTube straks een copyright te claimen. Dat mag niet. Wat dan wel. Ja, we kunnen. Nou, we zijn dus op de Volksabdij. Ja, het is heel hard aangekomen. Vet mooi hier. Lijkt net echt Harvard. Oh ja, dat is wel waar. Dus we gaan eens kijken wat we kunnen doen. En, nou, wacht maar even, want ze zijn naar de auto aan het uitlaten. En voordat we moeten meehelpen, kunnen we beter even doen alsof we aan het vloggen zijn. Oh ja, we zijn heel druk aan het vloggen en we hoeven vooral niet... Niet te helpen. Niet te helpen. Dus we praten nog even door. Kijk, we worden nu al aangesproken. Hoor je dat? Ja, we komen eraan hoor. Ik heb een kortpittig jurkje voor je. Hè? Voor jou. Oké, okay, kortpittige jurkjes, wordt vervolgd. Voor Nicky of voor mij? Nicky, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. En waarvoor? Wat ga je doen? Nou, nu gaan we de dance break opnemen. Dus iedereen staat in mooie rode cheerleader pakjes. Dus dat gaan we doen. Ja, dat is prachtig. Ja, goed hè? Ja, ik denk dat iedereen nu blijft kijken. Ja. Dat is echt zo mooi. Ik zie achter mij allemaal mensen verplaatsen. Wat gaan we doen? Er is ons verteld dat wij naar de laatste shot gaan van onze promo. Dus we hebben net allemaal ons plekje gekregen. En nu hopen we natuurlijk... dat we dat op dezelfde manier daar weg kunnen zetten. Dus ik zou zeggen, maar even, ga met ons mee. Je hebt een mooie uitleg gegeven, maar even tussendoor. Hè. Je hebt nu een hele dag erop zitten. Je ziet er nog hartstikke goed uit. Even complimenten. Ja, dankjewel. Dat meen ik echt. Maar hoe heb je dat volgehouden? Wat is een... tactiek voor een filmset? Cola en chips. Cola en chips. Goed, dan gaan we met cola en chips naar de groep. Overkant, hè? Loop alvast maar uit beeld, dan lijkt het net alsof we nu weg. Oké, nou. Dag. Ja, super. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Ja, we zijn klaar. Ja. It's a wrap. En het is volgens mij 5:30 of zo. Dus we zijn vanochtend om 8:30 begonnen de eerste. Dus het was een lange dag, maar het resultaat mag er zeker zijn, want... Moet maar voldaan. Ja, precies. Dus we sluiten bij deze vlog af. Ja, en snel tot de volgende, denk ik.